Hallo Tiny Pingwings, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal Infinity NL. Vandaag ga ik sinds een hele lange tijd weer een reactievideo opnemen. Ik begon een beetje de kriebels te krijgen ervoor. Want ik zag allemaal verschillende release dates en releases uitkomen. De gram werd bij mij overspoeld met allemaal verschillende videogames en aankondigingen die heel erg vet eruit zagen. En het begon allemaal een beetje te kriebelen. Want zoals jullie misschien wel weten, is het voor mij al een hele lange tijd geleden dat ik zo'n soort reactievideo heb opgenomen. Het is niet onbekend op mijn kanaal om dit soort dingen te doen. Want ongeveer een half jaar geleden, toen de GTA 6 trailer uitkwam, heb ik ook een reactievideo gemaakt. En deze reactievideo gaat, zoals je aan een thumbnail en aan de titel hebt kunnen zien, over de gameplay reveal trailer van Black Ops 6. Ik heb het expres zoveel mogelijk vermeden. Ik heb echt al wel een klein beetje gezien. Maar de gehele trailer achter elkaar heb ik nog niet gezien. En dat heb ik expres gedaan voor deze video natuurlijk. En ik wilde gewoon eventjes kijken naar hoe ik me erbij voelde. Want voordat we die trailer even ingaan, wil ik hierbij zeggen dat ik ben van nature een Call of Duty fan. Weet je, het is gewoon iets. Vroeger, elke Call of Duty speelde ik. Ik speelde release na release. En het is eigenlijk bijna alles wat ik speelde. En sinds een paar jaar geleden is er een beetje een switch gekomen in mijn persoonlijke gamingleven. Dat ik echt ben gegaan van elk jaar, heel het jaar Call of Duty spelen naar singleplayer games spelen. En dat doe ik eigenlijk al een jaar of 4 à 5 bijna op die manier. Het is niet dat ik Call of Duty helemaal nooit meer heb aangeraakt, maar het is gewoon niet meer wat het geweest is. En dat heeft ook mede mogelijk te maken met het feit dat Call of Duty de laatste tijd niet heel erg best is ofzo. Ik heb een beetje het idee dat de ziel uit de game is getrokken. Het is niet meer het is gewoon niet meer uniek. Vroeger was Call of Duty echt een eigen ding. En nu is het eigenlijk gewoon een beetje de grootste geldtrekkerij die er maar bestaat. Vooral Modern Warfare 3, die dit jaar is uitgekomen, is gewoon een uitgebreide Modern Warfare 2 DLC. Het is steeds dezelfde engine. Het is steeds hetzelfde Warzone. En het is niet meer Call of Duty van wat we gewend zijn. En de Black Ops series heeft hele grote schoenen om te vullen. Want Black Ops wordt wel gezien als een van eigenlijk de beste Call of Duty serie die er is. En dan met name Black Ops 1, Black Ops 2. Nou, voor mij persoonlijk is Black Ops 3 mijn favoriete game. Ik heb de meeste uren in die game. Het is mijn favoriete game of all time. Het heeft mede ook maken met de fantastische multiplayer en de geweldige zombies. Dus het heeft grote schoenen om te vullen. Even om wat duidelijkheid op te brengen. Heel veel mensen snappen niet waarom het Black Ops 6 heet. Omdat volgens heel veel mensen Black Ops 5 niet bestaat. Black Ops 5 bestaat wel. Dat is namelijk Black Ops Cold War. Dat ook op zich wel een prima Call of Duty was. Maar verre van wat Black Ops 1 en 2 was. Wat ik hoop voor deze trailer. Wat ik hoop voor deze gameplay reveal trailer. Is dat het weer een eigen unieke stijl is. En geen Modern Warfare kloon. Ik hoop gewoon niet dat het Modern Warfare is met een Black Ops skin aan. Dat is alles wat ik hoop. Maar ik ben er bang voor. Ik ben er heel erg bang voor. Maar toch wil ik hem gewoon gaan uitchecken. Omdat het toch iets is wat ik vet vind om te behandelen. En sowieso vet vind om over te praten. Dus zonder al te veel meer te gaan lullen, laten we eerst eventjes lekker samen de trailer gaan kijken. Go! Hij staat hard. Right. Nou, dit geeft al wel echt Black Ops 1 vibes. Oké, dit is echt gameplay. Wat we net zagen was natuurlijk niet gameplay. Althans, in ieder geval gameplay cutscenes. Kijk, dit is natuurlijk allemaal echt Black Ops 6. I figured if I stuck around hell long enough, I'd see the devil. How's he look? Ah, dat is die Adler uit Cold War. Die is dus terug. Nice. From the inside.
do? Hey! Something you should see. What the hell are we getting into? Don't trust anyone. Oké, ik zag de Chopper Gunner. Dat is een unieke streak van Black Ops natuurlijk. Wat tof is. You broke into a CIA black site. Are you out of your mind? Kijk, het heeft potentie. Het heeft potentie. Je ziet ook allemaal echt verschillende scènes, weet je wel. Je ziet stadgebieden, je ziet natuurgebieden, je ziet echt heel erg veel, maar... Heel veel wat ze hier hebben laten zien is natuurlijk... continue to bless the United States of America. Alright, nog een leuke quote aan het einde. Pre-order gaan we niet doen. The season 1 Black Cell bundle and more. Right, dat was de gameplay reveal trailer. Mijn eerste gedachten zijn dat ik het... Ik maak me wel zorgen. Wat de trailer is gewoon heel goed gemaakt, weet je. Niemand zegt dat Call of Duty geen goede trailers kan maken. Maar wat mijn probleem is, is hoe de game weer gaat spelen. Want ik heb uit deze trailer heb ik niet het idee gekregen dat het echt een typische Treyarch Black Ops 1, Black Ops 2 Call of Duty is. Het leek mij allemaal net een beetje als Modern Warfare spelen. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk een beetje die hele open gameplay. Dat je heel veel open gameplay hebt. En wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen is dat je heel veel movements hebt. Die er eigenlijk niet per se bij horen te zijn. Die niet echt handig zijn voor een arcade-stijl Call of Duty. En... ja, ik ben ook gewoon bang dat het gewoon weer een Battle Pass / Warzone-achtige Call of Duty gaat worden. Waar we niet echt op zitten te wachten. Want ik vind het gewoon... Call of Duty hoort naar mijn mening simpel te zijn. En ik denk niet dat we daar ooit naar terug kunnen gaan. Dit voelt naar mijn mening weer een beetje... als een sluw verkooppraatje van... we gaan terug de tijd in. Want ze laten ook allemaal characters zien... van Black Ops 1, van Black Ops 2. Maar voor mijn idee zijn het allemaal... hypnotiserende hangertjes... om jou deze game weer... om jou weer 310 gigabyte te laten downloaden. Voor een game die... in fundatie uiteindelijk hetzelfde is... als Modern Warfare. Alleen dan onder een andere naam. En dit is al zo'n 4 à 5 jaar... aan de gang. Eigenlijk is het al sinds Modern Warfare 2019 aan de gang. Modern Warfare 2019 kon nog. Weet je, dat was een reboot van Modern Warfare. Dachten we allemaal van, ja, dit is episch. Het was uiteindelijk ook een goede game. Vond ik zelf. Maar alles wat daarna is uitgekomen is eigenlijk exact diezelfde game. Als je er echt goed doorheen kijkt. Wat het differentieert van Black Ops 1 en Black Ops 2... is dat ze ook toen die tijd nog een uniek verhaal wisten te vertellen. Toen ze Black Ops 1 maakten, bestonden natuurlijk al die characters niet die we konden... ja, uit World at War wel. Dat is eigenlijk waar de Black Ops serie begon, World at War. Maar ook dan, weet je wel, ze maakten nieuwe verhalen, voegden nieuwe characters toe, nieuwe unieke maps. Het is nu alleen maar rehash onder dezelfde Modern Warfare engine. Ook al is het misschien een net andere engine, het speelt wel hetzelfde. Snap je een beetje wat ik bedoel? En de maps, ja, vroeger... Treyarch was vroeger bijvoorbeeld echt koning van de maps. Omdat ze echt een unieke tree lane design hadden. Het speelde heel goed weg. Er was geen battle pass, er was geen onzin. Er waren geen Nicki Minaj's die over het strijdveld liepen. Het was allemaal heel logisch en het speelde allemaal heel vet weg. En tegenwoordig doen ze maar wat. Of ze remasteren weer een mappie. Maar dan speelt hij weer helemaal niet hetzelfde als die mappies eerst. Ook de campagne. Want we hebben nou net veel beelden gezien van de campaign natuurlijk. Ja, allemaal heel flashy. Allemaal heel uitgebreid. Maar gewoon vaak een middelmatig verhaal. En vaak ook echt bijzonder. Maar dan ook echt bijzonder kort.
Waar vroeger Call of Duty campagnes tegen de 7, 8 uur aanliepen, is het tegenwoordig niet langer dan 3 uur. Het is allemaal... Het voelt dit, ook dit voelt naar mijn mening weer als een poging om weer net zoveel mogelijk centjes te verdienen. De ziel is er niet meer in. Ze maken geen nieuwe verhalen meer. Ze doen er geen moeite meer voor. Ze pakken de makkelijke weg. En ze gaan gewoon weer zorgen dat zoveel mogelijk mensen de game gaan kopen. En vooral kleine kindjes. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Het gaat om die centjes. Want Activision is gewoon een bedrijf. Het is niet meer zoals het is geweest. Want vroeger, nogmaals, vroeger Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Vroeger maakten de developers ook wel om geld te verdienen. Maar de developers maakten over het algemeen vroeger de games om een goede experience neer te geven. Ze gaven om de games. En dat lijkt er tegenwoordig niet meer in te zitten. Het is Black Ops 6. Ook Black Ops 6. Het oversteed zijn welkom. Het is te lang. We zijn al bij Black Ops fucking 6. Tot hoe ver gaat het lopen? Ook dat vind ik gewoon jammer. Verzin een nieuwe naam, weet je wel. Ze hangen al heel erg lang op Modern Warfare. Nu hangen ze ook al heel erg lang op Black Ops 6. Of op de Black Ops serie. En dit is ook waarom ik games heel erg waardeerde. En die anderen dan heel erg veel haten. Maar het zijn eigenlijk gewoon best goede games. Games zoals Ghost. Games zoals Infinite Warfare. Games zoals Advanced Warfare. Hebben voor mij gewoon echt dikke respect. World War 2 zelfs. Omdat het gewoon iets anders deed. Omdat het een andere naam was. En omdat het ook gewoon heel veel andere dingen deed en probeerde. En tegenwoordig is elke Call of Duty hetzelfde met een andere skin. Ik zeg dit nu. Ik weet niet 100% zeker uit de trailer of dat ook zo echt het geval zal gaan zijn. Maar ik heb een groot gevoel van wel. En daarom ga ik hem ook zeker niet pre-orderen. En raad ik jullie ook allemaal af om het te pre-orderen. Ga eerst gewoon kijken als hij uitkomt in oktober. Ga dan eventjes checken wat is de feedback. Wat vinden de meeste mensen ervan? Hoe komt het terecht? Zijn de zombies ook weer zoals het vroeger was? Ze zeggen wel dat het round-based gaat worden deze keer weer. Nou, ik hoop het wel. Maar ik hoop gewoon dat hetzelfde Black Ops gevoel weer terugkomt. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar goed, wat vinden jullie eigenlijk van deze trailer? Laat even weten in de reacties. Laat even weten waar ik nog meer een reactievideo op moet doen. Misschien als er ook gewoon meer Black Ops content bekend wordt. Als er andere veteran games bekend gaan worden, kan ik er ook eventjes gaan behandelen en op gaan reageren. Maar ik vind het in ieder geval heel leuk om dit soort dingen te doen. Ik vind het heel leuk om te praten met jullie over dit soort verschillende games. Vooral laat eventjes weten of je dit een leuke video vindt door eventjes een duimpje omhoog te doen. Beltje drukken om door te zijn van elke nieuwe video. Instagram is Michaels2000. Daar staan ook nog meer andere content op, zoals meer reviews en andere mooie dingen uit mijn leven. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze reactievideo. Later, Tiny Pingwings. Infinity is out.